KSV Temse heeft met een knalprestatie zijn Engelse week afgesloten. Op eigen veld nam het met 4-1 de maat van leider Oudenaarde. Als gevolg van dit resultaat troept alles bovenin samen en vertoeft KSV Temse nu op een gedeelde tweede plaats. De wedstrijd start aan een verschroeiend tempo en beide ploegen kiezen resoluut voor de aanval. Dat moet tot doelpunten leiden en wanneer er op inworp de bal wordt doorgekoopt, is het Weidisch die attent is. Hij tekent voor de 1-0. Lang kan de KSV Temse echter niet genieten van de voorsprong, want onder druk van het aanvallend compartiment van Oudenaarde tikt Verwilge de bal voor de thuisgoalie Renier in eigen doel. Aangeslagen zijn ze niet bij de thuisploeg en nog voor rust zetten ze het opnieuw recht. Na een mooie combinatie trapt Amin Kabir de bal binnen, rustig gaan we met 2-1. Na de pauze is Temse daar meteen opnieuw en het derde doelpunt laat niet lang op zich wachten. Menig supporters missen de 3-1 van de thuisploeg, getekend Van de Sompelen. Wanneer later de scheidsrechter van dienst de bal op de stip legt, mag Papa Sene voor de 4-1 gaan, maar hij mist. Het is slechts uitstel van executie, want we zijn nog maar in de 52e minuut wanneer Vertongen op heerlijke wijze de bal binnenknikt. Oudenaarde knock-out en zo mag Temse zijn slechte start stilaan vergeten en genieten van de tweede plek in het algemeen klassement. Ja, een welverdiende zege tegen de eerste. We kunnen meer vragen van vandaag. 4-1, 3 punten thuis te houden en het 9-9 op een 1 week. Ja, voilà, dat is super voor ons. Maar ik denk dat we zeer snedig, zeer snel aan de wedstrijd begonnen zijn en dat we direct de intentie hebben laten zien om hoge pressing te gaan spelen. We wisten nog voorhand dat we Oudenaarde niet in hun spel mochten laten komen, want dat ze dan wel gevaarlijk zijn en zeker in de omschakeling. En ik ben vandaag zeer tevreden met hetgeen dat ik gezien heb.